Toen de EV6 twee jaar geleden voor het eerst op de markt verscheen, maakte het merk heel veel indruk met een compleet vernieuwend design. Iets wat we nog niet eerder hadden gezien, met unieke elektrische prestaties. En dit jaar komt het merk met een grotere broer, de EV9. Ik vind de EV9 een hele grote en imposante SUV, want hij is 5 meter lang, bijna 2 meter breed en 1,75 hoog. En hij is gebouwd op een bestaand platform, maar dat hebben ze iets opgerekt, waardoor er een grotere accu in past en een derde zitrij mogelijk is. Hij wordt dan ook standaard geleverd als 7-zitter, maar je kunt ook kiezen voor een hele luxe 6-zitter. Het is het nieuwe vlaggenschip van het merk en daarmee willen ze eigenlijk laten zien wat ze op dit moment kunnen op het gebied van elektrificatie en technologie. En er komt nog een reeks kleinere modellen aan die om en nabij dezelfde features hebben en de designtaal delen, maar die zitten op het moment nog in de conceptfase. Ik vind het een indrukwekkende voorkant. Hij is behoorlijk hoog ook en hij heeft dus dat vernieuwde gezicht van Kia. Hij heeft nieuwe koplampen en die gaan we ook in de toekomst op die andere modellen zien. Maar als je een beetje je best doet, zie je nog wel de bekende Tiger Nose van Kia erin terug. En hij is volledig elektrisch, dus hij heeft geen grill. Maar hij heeft aan de onderkant wel sleuven die zich openen voor het koelen van de motor. Standaard staat hij op 19 inch velgen. En deze uitvoering, de GT-Line, heeft 21 inch velgen. Met aerodynamisch geoptimaliseerde velgen en behoorlijke banden. En als we verder kijken naar de zijkant, vind ik het gaaf dat hij contrasterende kleuren heeft bij de wielkasten, de onderkant en de lijsten. Want dat zorgt ervoor dat hij iets gestroomlijnder en compacter oogt. Want het is natuurlijk een behoorlijke auto. En ik vind deze kleur heel erg gaaf. Hij is leverbaar in 8 verschillende kleuren en deze kleur is nieuw. Aan de achterkant heeft hij kenmerkende ledlichten en een relatief minimalistisch vormgegeven achterklep. Nou, hieronder de spoiler verbindt zich nog een verborgen ruitenwisser en die zagen we ook al op de Sportage. Als we dan kijken naar de achterklep is die zoals je verwacht ruim. Wanneer alle stoelen in normale positie staan is de ruimte goed voor zo'n 313 liter. Nou, dan kun je elektrisch de stoelen wegklappen en dan groeit het tot 828 liter. En moet je nou echt heel veel spullen versjouwen, dan kun je ook de tweede zitrij nog wegklappen en dan groeit het tot 2300 liter. Je kunt ervoor kiezen om er een trekhaak onder te zetten en dan kun je met de eerste twee uitvoeringen 900 kilo trekken. En met de GT-Line kun je dan tot 2500 kilo trekken. En aan de voorkant heeft hij ook nog een frunk en die kun je ook weer openen met de afstandsbediening. En dat is best wel uniek. En voor de achterwiel aangedreven versies is de frunk goed voor zo'n 90 liter. Maar bij deze versie, vierwiel aangedreven, is het 50 liter. En dan zeggen we altijd, nou dat is de ideale plek voor het opbergen van je laadkabel. Maar het oplaadpunt zit achteraan, dus ik denk dat hij in de praktijk achterin komt te liggen. Ik vind het interieur mooi vormgegeven, het oogt heel rustig. Je hebt nog een aantal fysieke knoppen voor functies die je vaak gebruikt. En wat ik chic vind zijn deze knoppen die echt in het interieur verwerkt zitten. En verder heb je hier een reeks aan elkaar gekoppelde schermen. Twee van 12,3 inch en eentje in het midden van 5,3 inch. En verder oogt het heel ruimtelijk, mede omdat dit open is. Ik vind de stoelen heel lekker zitten. En ik vind ze er ook behoorlijk luxe uitzien. En wat ik ook gaaf vind is dit. Dat is een uitklapbare voetensteun die je naar buiten kunt doen als je in de relaxstand wil zitten als je aan het snel laden bent. En de materialen voelen ook allemaal goed en zijn relatief duurzaam. Want de vloermatten zijn van gerecyclede visnetten. De garen die zijn gebruikt zijn van gerecyclede petflessen. En dit lijkt leer, maar dat is het niet. Twee dingen die nog de moeite zijn om te benoemen. En dat is de keuze voor een digitale binnenspiegel. Handig als je bijvoorbeeld veel mensen in de auto hebt. En wat nog meer handig is als je veel mensen in de auto hebt, is het geïntegreerde communicatiesysteem. Daardoor kun je elkaar goed blijven verstaan. Je hebt dan hier een drop-down menu met je favorieten. En dan kun je aanklikken passagiersgesprek. En dan versterkt die door een microfoon het geluid naar de achterbank via een speaker. Hey joh, alle kids achterin? Standaard wordt de auto dus geleverd als 7-zitter en dan heb je hier een achterbank. Maar dit is de luxe 6-zitter en dan heb je van die mooie captain chairs. En er zit ook alles op en aan, stoelverwarming, stoelverkoeling. En wat helemaal top is, is dat je ze kunt draaien naar de buitenkant. En dat is gemakkelijk voor het vastzetten van een kinderzitje.
Maar je kunt ze ook helemaal omdraaien en dan creëer je een soort taxibusje. Kan gezellig zijn. Verder vind ik het panoramadak heel mooi. Geeft echt een ruimtelijk gevoel. En overal zitten slimme noviteiten, vind ik zelf. Ik vind de stoelvakken heel mooi vormgegeven. Er zitten USB-C aansluitingen. Ik vind dit gaaf. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Dat kun je zo uittrekken als een soort miniatuurtafeltje. En dan zit er nog weer opbergruimte. Nou, in het dak heb je ook nog klimaatregeling voor achterin. Mooie luchtroosters. En geïntegreerde zonneschermen. Achterin is het ook prima. Best wel ruimtelijk. En nog wel luxe. Je hebt leeslampjes. Luchtrooster. USB-C aansluiting. De rugleuning kun je nog elektrisch verstellen. Bekerhouder. Wat wil je nog meer? Hij heeft een accupakket van 99,8 kWh en dat is fors. Alleen dat accupakket weegt dan ook al 566 kilo. Het is sowieso wel een zware auto natuurlijk. Het vierwiel aangedreven variant, deze, de GT-Line, die weegt 2550 kilo. De andere versies, achterwiel aangedreven, die zijn iets lichter, 2400 kilo. Maar dat grote accupakket zorgt er wel voor dat je een hele verre range hebt. De eerste twee versies die halen zo'n 563 kilometer. En deze iets zwaarder en grotere wielen die haalt 500 kilometer op papier. Maar je kunt wel snel bijladen, 240 kilowattuur. En dat zorgt ervoor dat je binnen een kwartier 250 kilometer kunt bijladen. De achterwiel aangedreven versies hebben 204 pk en 350 newtonmeter koppel. En dat is niet gek veel voor zo'n zware en grote auto. Dus die gaat in 9,3 seconden van 0 naar 100. Maar ja, eerlijk is eerlijk, ik denk niet dat je deze auto koopt als je wil racen bij het stoplicht. Maar als je kiest voor de GT-Line, dan heeft die 384 pk. En dat is dus een stuk meer en die gaat dan in 5,3 seconden van 0 naar 100. Je zit heel hoog. Nogmaals, verrast over die stoelen. Die zitten echt lekker. Je merkt wel dat het een hele grote auto is. Je voelt dat die zwaar is. Het is een klein beetje log. En wanneer je aan het keren bent, was het leuk geweest als hij meesturende achterwielen had. Want hij is wel gewoon 5 meter lang. Tot slot kun je nog een beetje zelf spelen met de verschillende rijmodi. Dus eco, normaal of sport. Dan reageert de auto anders, maakt hij net ander geluid. En je kunt spelen met de mate van regeneratie. Dat beïnvloedt ook hoe de auto reageert. Wat ook nog wel een handige functie is, is dat je hem naar voren en naar achteren kunt laten rijden als de auto op slot is. Handig als je bijvoorbeeld in een hele krappe parkeerplaats staat bijvoorbeeld en je moet instappen. Toen ik de introductiefoto's van de EV9 zag, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet wist wat ik ervan moest vinden. Maar nu ik hem in het echt gezien heb, ben ik eigenlijk wel heel positief verrast. Over design, maar ook met name over het interieur en de luxe die hij heeft. Dus ik zou zeggen, kom naar de showroom en bekijk hem in het echt. Of plan alvast online je proefrit.